Vandaag werd in Nijmegen op verschillende plekken stilgestaan bij de Waaloversteek. Het is 80 jaar geleden dat deze plaatsvond. En daarom werd er met een herdenking en speciale Waalcrossing stilgestaan bij dit moment. Ontploffingen, schoten en heel veel militairen. Dat was het beeld voor veel bezoekers bij de oversteek vandaag. Er werd namelijk stilgestaan bij de Waaloversteek. 80 jaar geleden staken Amerikaanse militairen de Waal over om in de avond van 20 september de Nijmeegse bruggen te heroveren van de Duitse bezetter. Dit was uiteindelijk het begin van de bevrijding van Nijmegen. Omdat het eigenlijk de Amerikanen en de Britten niet lukte om de brug bij Nijmegen, de oude Waalbrug en de spoorbrug, te veroveren. Ze waren al daar aan het vechten, grote verliezen over en weer. En toen hebben ze eigenlijk als een soort van laatste optie bedacht van we gaan met een aantal bootjes iets meer verderop, de rivier over en proberen dan via de kant, de Lentse kant, die bruggen te veroveren. En dat hebben ze gedaan. Dat heeft 48 Amerikaanse soldaten, jonge mannen, het leven gekocht. Die worden ook hier herdacht waar we nu staan. En daarmee is uiteindelijk Nijmegen bevrijd. Naast de Waalcrossing vond ook een herdenking plaats bij het monument De Oversteek. Veel publiek kwam erop af dat volgens Bruls maar al te fijn is. Het verhaal moet volgens de burgemeester doorverteld blijven worden. Vooral ook door de persoonlijke verhalen die we gelukkig in steeds grotere getalen ook hebben opgetekend. Of het op film is of opgeschreven. Dat is denk ik heel erg belangrijk. En ook mensen de kansen geven door tentoonstellingen, dingen zelf mee te maken. Denk bijvoorbeeld aan de Sunset March die elke avond wordt gehouden om mee te laten maken van ja, dit is waar gebeurd is. Dat is bij ons, hè. Dat is 80 jaar later, maar dat is bij ons en ja, helaas, er is geen garantie dat het nooit meer gebeurt. Tijdens de herdenking zijn veel sprekers aanwezig, waaronder militairen uit Amerika. This 80th year of Dutch liberation has further highlighted the history of this particularly epic military operation and the events that it encompassed. What I have learned as I have curiously and enthusiastically further educated myself of the bravery exemplified during World War II, has only deepened my admiration of the Allied troops and the units involved in the effort to liberate the Netherlands. Het waren natuurlijk Amerikaanse soldaten die de oversteek hebben gedaan en voor een deel dus ook met hun leven betaald hebben. Dat is heel speciaal dat ook zij voelen dat er nog steeds in Nijmegen met heel veel warme belangstelling wordt gekeken naar zoveel duizenden kilometers verderop. En ik durf zelfs te zeggen dat de herdenkingen nu na 80 jaar misschien wel meer mensen trekken, ook meer Amerikaanse trekken dan pakken bij 10 of 15 jaar geleden. Dus dat is heel erg bijzonder.